Gisterenavond zorgde René van der Gijp voor opschudding bij Vandaag in door Boos de studio te verlaten vanwege de aanwezigheid van twee klimaatactivisten. De redactie had Sietje Sloot en Hanna Prins uitgenodigd om aan de bar hun verhaal te doen, maar René kon zich niet vinden in hun aanwezigheid. In een opvallende uitzending uitte René zijn ongenoegen over de aanwezigheid van de klimaatactivisten. Hij betuigde weliswaar dat hij hen aardige mensen vindt, maar vond dat ze niet pasten in het programma. Wat moeten wij er nou mee? vroeg hij zich af. Hij sprak openlijk zijn walging uit over de twee gasten, waardoor de sfeer gespannen werd. Johan Derksen toonde iets meer begrip voor de aanwezigheid van de gasten en vroeg zich af of ze weg moesten. René was echter resoluut, ja. Wilfred Gené voorspelde na het reclameblok dat de uitzending alle kanten op kon gaan. In een verhitte discussie tussen René, Johan, en Wilfred benadrukte René zijn afkeer van mensen die denken dat ze de wijsheid in pacht hebben. Hij vond dat dergelijke types niet thuis horen in het programma. Johan probeerde begrip te tonen voor de gasten aan de bar, maar René bleef standvastig in zijn irritatie. Na de uitzending verklaarde Sloot in de rubriek in de wandelgangen dat hij de reactie van René een vrij extreme vond, maar dat René nu eenmaal René is. Hanna voegde eraan toe dat René's reactie wellicht logisch was, maar dat het belangrijk is om bewust te zijn van klimaatkwesties. Tina Nijkamp, kijkcijferautoriteit... autoriteit. Begreep René's reactie en vond dat de aanwezigheid van de activisten niet paste bij het vormen van het programma. Angela de Jong van het AD schreef in haar column dat, hoewel het gedrag van René niet netjes was, de types van Extinction Rebellion haar ook irriteren. De uitzending eindigde met René die boos de studio verliet, wat voor speculatie zorgde over mogelijke vuurwerk in de kleedkamer. De opmerking van Angela de Jong roept zelfs de vraag op of er misschien een filmpje van het incident bestaat.